Vandaag in de FOMO-show. Wij jongeren hebben het vandaag de dag niet makkelijk. Je hoeft je social media maar te openen en het gevoel van FOMO bekruipt je alweer. Al die uitjes en activiteiten dagelijks op je feed maken het ons allesbehalve makkelijk om maar geen FOMO te krijgen. En daar ga ik je met mijn twee vrienden Tobias Kamman en Jasper Demolin bij helpen. Deze twee tegenpolen, inclusief mijzelf, vormen het ideale panel om voor jou de meest uiteenlopende activiteiten te testen. Van de Hoge Veluwe tot aan Bordeaux, je ziet het in de FOMO-show. Nou jongens, het is een aantal kilometers rijden. We gaan namelijk naar Duitsland. Dat begint toch niet goed. Wij gaan naar een Duits pretpark! Daar doe je mij dus echt geen plezier mee. Waarom? Pretpark is gewoon een fantastische plek. Attracties ben ik gek op. Mensen zijn vrolijk, leuke mensen. Attracties? Ja, ik vond vroeger pretpark wel echt vet. Ik vond het heerlijk, lekker zo in de achtbaan, maar tegenwoordig word ik wel snel misselijk. Dus... Wat ik dus wel echt het lastige vind aan pretparken, dat je een park hebt en dan ga je zeggen van nou, we gaan er nu een dag naartoe en we gaan eens lekker pret hebben. Paal zelf al pot, verdikkie, of ik pret ga hebben. Nou, dan zetten we jou hier af op de parkeerplaats, want jij hebt je mening alweer klaar, merk ik. Ja, je moet er gewoon open in gaan, Toby. Ik ga misschien ook kotsmisselijk worden, maar ik ga er gewoon proberen van te genieten. Daar gaan we. Naar een Duits pretpark! Fantasieland! 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Antikex, 7, 8, gute Nacht. Duits! Du weißt! Kijk, oh mooi, Duitsland! Prachtig! Hey, hoe lang gaat die stoen er nog duren? Hoe noem je dit? Stau! Doen is een uur. Ja, inderdaad, 43 minuten. Een klein uurtje. Wat een helse tocht was dit. De rug is helemaal flarden. Nou, oké, jongens. Kijk, jongens, pretpark, hier we kom. Ja. Maar moet je nou even kijken? Hier, kijk dit, hè. Dit ziet er toch vet uit? Het ziet er wel echt mooi uit. Let's go. Opa, vind je het ook kunnen leuk, we, opa? Nou, kunnen we misschien in ieder geval de rustige plekjes opzoeken? Moeten we nou in deze rij gaan staan? Want ik heb hier echt geen zin in. Die muziek is zo nadrukkelijk de hele tijd. Het is de hele tijd hetzelfde nummer ook. Het is bombastisch. Je wordt toch opgezweept voor... Voor de attractie, toch? Ja, maar ik sta hier nu al een tijd. Ik ben op een gegeven moment wel opgezweept genoeg. Daar gaan we! En daar ging ik, met een bejaarde man en een kind dat na gemiddeld een halve attractie misselijk is, in een van de vetste achtbanen van Europa. Ga niet meer naar attractie, hoor. Jezus. Dit was vet! Ja, dit was echt vet. Mij was het hoogtepunt Jeppe. Dit vond ik genieten, om daarnaast te mogen zitten en het mee te mogen maken. Hij is heel ziek geworden, helaas. Misselijk. Nu al. Weet je wat het wel op een gegeven moment een vervelend moment was? Ergens halverwege vloog je zo door de hamburgerlucht heen. En zo op volle hap hamburgerlucht. Die zit nu in mijn kleren. Door dat frituurvet vloog ik. Ik zie iedereen hier aan het bier. Dat vind ik wel heel leuk aan Duitse pretparken. Dat is, in Nederland doet niemand dat. Daar zijn ze denk ik te krenterig voor. Je gaat er geen pullen bier weghakken. Ik lust nu wel een klein koud pilsenmannetje. Een goudgele rakker ligt ergens op ons te wachten. Nee, het is 12:30. Ik ga niet bier drinken. Dan moet je bij de Duitsers zijn, niet bij mij. Nee, dit is hoe het hier gaat. Goede dag, Fräulein. Ich möchte gerne. Ik ben zeker komen 3 pullen bier terug. Ik kom voor ons onder in de cultuur. Breng het maar terug. Ik hoef het niet. Maar we zijn niet op alcohol. Listerijs. Oh, lekker verfrissend. Vet, toch? Dit ziet er wel vet uit allemaal. Nou dan. Hey, zijn jullie blij met mijn keuze of niet? Tot nu toe nog niet echt. Dit ziet er wel luid uit. Hoor. Een soort jungle dit. Oké, het regent, maar we gaan de pret er niet door laten bederven, jongens. We zijn in het pretpark en we gaan pret maken. Wow, dit is nog best wel hard, joh. Maar ik dacht dat we in die andere zouden. Ik weet niet waar we nu in de rij staan. Ik word echt helemaal gillend gek van jullie. Joh, we zijn in een pretpark. Ja. We slijden door in een hele... Een beetje pret, Toby. Nu wordt het vet. Oh, yes. Structuur. Ik wil weten waar ik aan toe ben. Zullen we naar deze waterattractie? Afrika. Afrika. Gaan we nou een keer een keus maken? Dit is een stelletje kleine kindjes. Wat is er nou? Kies één ding en dat gaan we doen. Ja, 45 minuten. Het is wel heel lang. Het is gewoon in een park is dat altijd. Maska.
Het is zo'n vriendelijk volkje, hè? Ze zijn zo lichtvoetig en vrolijk. Oké, we gaan uit de rij. Deze is wel vet. Kijk, 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 kijk. Oh, ja, wie moet jij in? Wie moet jij in? Nee, dat ga ik niet doen. Daar zie ik Tolokamp staan. Dus dit is wat jullie kiezen? Ik niet, hoor. Oh, dat valt mee. Hoe lang? 40 minuten. Oh, maar dat is toch niks? Maar nou, bij elke rij gaan we dan stoppen en zeggen... Oh, dit is wel heel lang. Maar nou, dit is wel... Nee. Mag ik eventjes wat zeggen? In mijn jeugd gingen we wel eens naar de piekenkermis. Voor een gulden ging je in een attractie. Ja, voor een gulden ging je in een attractie. Ja, en luister, doe je nou alsof je 50 bent? Reken jij ook nog alles om naar gulden? Dit kost hier... 50 euro. Dat is 100 gulden. Ah, 100 keer in de botsauto's. Aan tijd ga je hier misschien 6 keer in een attractie kunnen. Maar... En dan is je geld op. Dus dat betekent dat je ze zeker 16 gulden per attractie betaalt. Zullen we erin gaan staan komen? We gaan nu naar reis. Dat mijn vader ook mee is. Maar ik hoef dit niet, hè? Nee, ga je niet in. Ik zie het nu weer even gebeuren. Ja. En nu wordt het leuk. Ja. En dat vind ik ook. Dus de enige reden dat ik mee ben, is omdat ik bloed ruik. Jongens, dan ga ik eruit. Helaas, 1,40. Eerste keer dat ik meemaak, dat jij zelf toegeeft dat je klein bent. Je loopt op de pad. Zit hij te ruften? Ja. Angstschreek. Ja, ik moet zo dat ding in. Ik ga er niet in. Je staat in een rij, man. Wat een gore lucht. Echt een rotte. Daar gaat de deurtjes gaan open. Yes. Hey. Daar gaan we. Man, waarom doen we dit? Denk echt, vind ik echt het allereerste. Wat, dit? Ja. Jank. Waarom doe je het dan? Omdat dat moet van jullie. Ja, nou, ben ik het wel mee eens. Dat je dit voor je lol doet. Het is helemaal niet leuk. Oh my god. Oh, was dit fantastisch. Dat is schrikkelijk. Nou, naarste 5 minuten uit mijn leven. Ik heb zo hard gelachen. Je hebt hoorde ik alleen maar gekerm, maar bij jou is het alsof ik met een oude vrouw. Met een oude vrouw in die attractie zat. Omdat ik zo bij elk rondje wat die draaide ook zo. Ja, het was echt een bijna doodervaring voor mij. Op een gegeven moment wist ik niet wat boven en onder was. Dat ik het idee dat mijn ziel mijn lichaam verlaat had. Oh yes, thank you. Heb je nou een kotsbak gekregen? Wat een aanstellen. Zeg, oh, kijk hem kokken. Oh. Er zit hier een hele familie te eten. Jullie wilden dat ik meeging. Ik zei nog, laat me eruit. Hé, maar heb jij lekker zin in een tapasje of zo? Of waar heb je zin in om nu lekker te lunchen? Ja, ik heb geen honger natuurlijk. Ik wil gewoon in die frietkraam daar in het midden. Imbis. Dat betekent snackbar. Ja, nou, dat moeten we dan zijn. Snacken. Ik vind het zo akelig om in de rij te moeten staan voor mijn eten. Ik wil gewoon lekker ergens zitten, ergens aanschuiven, dat ik dan verzorgd word. Er staat op in versierde letters snackbar. Ja, maar ik vind het voor een snack maar hartstikke keurig eruit zien. Wie weet is het thema hier wel Oostblok. En dan vind ik dat ze het geneeld hebben. Dat is prachtig, super goed gedaan. Dit van die prachtige nepplanten. Tot in de details, hè. Moet je kijken hier dit. Bijvoorbeeld dit afbladderende vloerbedekking. Hier ook. Gewoon geen plint. Zo goed gedaan. Oh, ik ben echt onder de indruk van de art director die dit heeft ingericht. Het is precies een Oostblok. Hey, maar ik vind het ook niet erg. Als het eten lekker is, maakt het mij echt niet uit waar we zitten. Nou, precies. Ik heb jou nog nooit horen klagen over een locatie. Nee, tuurlijk niet. Maar ik kan je wel wat vertellen. Ja? Het eten gaat niet goed zijn. Niet best. Guten Tag, Fräulein. Ik möchte gerne etwas vegetarisch haben. Und mein kleiner Freund ist vegan. Haben Sie vielleicht etwas für vegan, Leute? Vegan? Haben Sie keinen vegan Bratwurst? Nein. Denn 2 Pommes frites mit Ketchup. Vielen Dank. Nou, een plekje zoeken, hè? Nou, Toby, wat vind je ervan? Ik ben een beetje teleurgesteld. Wat? Ik
versta je ook niet zo goed. Ik zit heel tussen zoveel lawaai. Je kan hier niet even rustig van je frietje genieten. Maar het is echt een cacophonie aan geluiden die op mijn hoofd afgestuurd worden. Van de hele dag dat gaat kakelen aan je hoofd. Al die verschillende irritante teamsongs die de hele tijd hetzelfde zijn. Vriendjes, je hebt weer. Klaar, sloes. Lekker, lekker acht banen pakken. Vijf, zei ze. Hey. Robi, we zijn in China. Oh, de Boeddha. Jep, Jep, dit is jouw stukje. Die water, oh, dat vind ik leuk, die waterdingetjes. Ja, ja, ja. Die wil ik, dat is hier vlakbij. Welke kant op? Die kant. Het regent nu hard buiten, jongens. Oh my god. Dit was jouw idee, Jasper. Nee, dat was niet mijn idee. Oh, wat is dit? Een ellende. Zijn we even droog, jongens? We zijn even droog. Woe. Maar je vindt het eng, hè? Ja, je vindt het eng. Wow. Ik ben kletsnat. Ik heb het koud en ik wil naar huis. Regen op Duitse pretpark is wel een van de treurigste dingen die er zijn. Dit is een polootje. Jezus. Ik voel echt helemaal keihard. Helemaal keihard. Shit. Oh, wat is dit? Ik heb wel geskipt. Oh man, eindelijk weg in deze hel. Hoe kun je dit nou een pretpark noemen? Is dit pret? Is dit pret? Ik dacht het niet. Het even laten zien. Ik kan mijn sokken uitknijpen. Oh man. Wat eng. En ondertussen klinkt van die onwaarschijnlijke, akelige, penetrante Chinese kontmuziek de hele tijd op de achtergrond. Wat zo op mijn zenuwen werkt. Je kunt ook gewoon zeggen, het is mooi geweest van vandaag. Let's call it a day. Laten we naar de beoordeling gaan. Ja. Ja? Ik wilde nog even genieten van de muziek. Net een mooi nummer. De zon die gaat weer schijnen. Moet je FOMO hebben voor het Duitse pretpark? Nou, ik heb enorm veel pret gehad vandaag met jullie. Werkelijk, elk detail wat je ziet is over nagedacht en tot in de puntjes uitgewerkt. Ik heb het gezellig gehad met mijn vrienden. Enige nadeel, vind ik, is dat je af en toe lang moet wachten omdat er heel veel mensen zijn. Maar al met al geef ik het 4,5 dino's. Zo. Er waren leuke dingen. Ik vond het qua decor het mooiste pretpark waar ik ooit ben geweest. En ik vond die eerste achtbaan vond ik leuk. Maar daar houdt ook eigenlijk alle positieve dingen houden daar wel op. Al mijn zintuigen zijn murf geslagen en murf gemapt vandaag. Het was zoveel op mijn net en zoveel die irritante muziekjes op mijn oren. En die attracties hebben me helemaal door elkaar geschud. Ik heb echt het gevoel alsof ik 4 dagen op Lowlands ben geweest. Na 1 zo'n dag met die infantiele muziekjes. Nou, geef het nou maar sterren. Ja. 2. Ik geef het 2 Tobiasjes. Dat is royaal. Nou, royaal. Zo zeg. Royaal. Ja, ik vind het lastig aangezien ik persoonlijk gewoon niet zoveel kan met een pretpark. Omdat ik gewoon heel snel misselijk word. En ook in weinig attracties mag. Wat een onzin. Ik kan wel zien als ik het, dat normale mensen die niet snel misselijk worden dit echt leuk kunnen vinden. Dus daarom wil ik het toch wel... Ja, 3 heb je ook beschreven. Het ziet er mooi uit. Het is echt... Die mensen doen hartstikke hun best, het ziet er piekfijn uit. Het is wel voor een pretpark echt een goed pretpark. Al met al moet je FOMO hebben voor een pretpark. Nee. Ja. Nee. Vergeet niet om een blauw duimpje omhoog te geven en te reageren voor het algoritme. En tot de volgende keer.